Arno Verschuren is sinds dit seizoen één van de Belgen bij NAC. Hij kwam afgelopen zomer over van Westerlo en het bevalt de middenvelder tot nu toe prima in Breda. Ja, heel leuk. Ik ben hier nu al wel een tijdje, dus het gaat goed hier. Het is leuk hier bij de Nederlanders, dus ik amuseer me wel. Ja, het is leuk hier bij de Nederlanders, maar goed, er zit natuurlijk een redelijke Belgische equipe bij NAC, dus misschien helpt dat wel een beetje. Ja, dat is altijd fijn als je een paar landgenoten hier hebt lopen. We amuseren ons ook wel met de Nederlanders en het lukt allemaal goed. Ik denk dat we elkaar allemaal wel goed verstaan, dus dat is wel leuk. De eerste seizoen zelf speelde je als centrale verdediger, onder Stijn Vreven als middenvelder. Kun je eens uitleggen wat misschien het verschil is tussen die twee posities voor jou en hoe je die verschillen anders inkleedt? Ja, klopt. Ik denk als centrale verdediger stonden we in de eerste helft van het seizoen. Ja, was ik iets meer de voetballende verdediger. En moest ik iemand naast mij hebben met een beetje meer kracht die dat dan voor mij een beetje hielp. Ik denk nu dat we in het middenveld een beetje kopkracht hebben. En een beetje lengte in het middenveld hebben. En dat wel gewoon goed loopt. En hopelijk kunnen we gewoon verder doen dit seizoen. En nog veel minuten maken. Wat zijn de taken die jij meekrijgt van Stijn Vreven als middenvelder? Ik denk dat ik in het middenveld gewoon de leiding moet nemen en dat ik de rest een beetje moet sturen voor mij ook. En de duels daar aangaan in het middenveld, ik denk dat dat het belangrijkste is. En de aansluiting ook is belangrijk naar voren en aan de achter ook natuurlijk. Afgelopen maandag winst op FC Dordrecht. Hoe neem je dat mee richting vrijdag en wat kan er beter tegen RKC zodat ook tegen RKC de 3 punten geboekt kan worden? Ja, ik denk dat het goed is dat we de 3 punten hebben genomen tegen Dordrecht. En ik denk dat we nu thuis wel een goede reeks aan het neerzetten zijn. En dat we die hopelijk verder kunnen doortrekken. Ik denk tegen RKC dat we misschien onze kans iets meer moeten afmaken. Zodat we de supporters ook wel iets teruggeven. En hopelijk pakken we gewoon terug de 3 punten met een paar doelpunten. Ja.